Hoi, wij zijn Jaap en Thomas van Echte Elmer. We zijn hier in Venlo en we hebben nu een interview met 932. Ja, gaat goed. We hebben lekker. Ja, we mogen nu support voor Call It Up. Dus we zijn helemaal blij. En het gaat gewoon lekker. Lekker optreden de laatste tijd. Nummer schrijven. Dat is. We hebben een heel druk weekend. Show van gisteren. We stonden in de Popcentrale in Dordrecht met Bayline en The Great Hurricane Escape. En het was heel tof. Het was onderdeel van de tour van Bayline voor hun debuutplaat. Super vet album. Ga het checken. Was tof. Was zweterig aan het eind. Maar de vibe was erg goed. Dus ja, het was een hele leuke show. Skyline, is het Tourfix? Oh ja. Ik kan slaan, dan hak jij de knoop maar. Ik denk Skyline. Ik denk het is het meest. Het is op dit moment denk ik ons meest gestreamde nummer. Dus veel mensen kennen het. En ik denk dat het zeker een goede beetje dwarsdoorsnede is van de muziek die wij onlangs hebben uitgebracht. Ik denk dat je dan aan de. Als je de wat hardere kant opzoekt, dan krijg je snel 246 Toothpicks. Dat het echt meer een beukknummer is. En aan de andere kant zit er weer Whammy Break, wat weer iets rustiger is. En Skyline zit lekker in het midden. En ik denk dat dat een hele goede, een heel goed beeld geeft. Ja. After Elmer komt. We zijn begonnen als met z'n drieën: Jaap, Pieter en ik. Wij wonen natuurlijk bij elkaar in huis vroeger. We hadden ruzie met een jongetje in de straat en die heette... We zijn broers, misschien dat ook wel. We zijn broers. ja, we zijn broers. En we hadden een ruzie met een jongen in de straat en die heette Elmer. En ze waren toen, jaren later, toen we een bandje waren gestart, toen we aan het denken van ja, wat voor bandnaam gaan we doen? En iets wat echt wel bij ons past. Nou, dus toen kwamen we snel op Elmer van ja, dat jongen had een ruzie mee, irritant ventje. Nou, dus waren we, maar dan doen we After Elmer, want we zijn after het tijdperk van de ruzie met Elmer en we zijn gegroeid of zo. Nou. En Pieter die zegt, hij heet niet Elmer, hij heette anders. Maar ja, we waren wel gewoon blij met de naam Elmer, dus zo is eigenlijk die naam blijven hangen. Dus het is een jeugdherinnering. Eigenlijk zijn we daar niet per se, bezwijken wij niet onder de druk. We doen gewoon ons eigen ding. Mm-hmm. En we laten ons eigenlijk niet gek maken. Dat wij gewoon wel wat leuk vinden. En Het is best wel makkelijk om inderdaad het goede vraag sowieso. Want ik denk dat wel veel bands of artiesten dat hebben. Maar, en je kan ook heel snel die druk voelen als je naar andere bands kijkt. Van oh, die doet dat, oh, die staat daar. En weet je, soms heb ik dat ook wel. Maar ik denk dat we best wel met z'n vieren, weet je wel, jullie houden mij dan best wel nuchter. Zo van, ja, maar wij gaan gewoon dan die singles opnemen of wij gaan dan die show spelen en dat is ons dingetje. Dus dat is dan wel goed. Ik ben er soms wel een beetje vatbaar voor en als jij zegt niet, dan is dat alleen maar goed. Nee, dat houdt het mooi in balans. Ja, precies. Het heeft niet zoveel zin om je altijd te vergelijken met andere bands. Iedereen bewandelt zijn eigen pad en daar komen ook mooie dingen uit. Dus. Nou ja, ik denk dat als we gewoon, we schrijven alle vier schrijven dingen en wat we nu laatst hebben gedaan is dat we alle met alle demo's op een hoop, het waren misschien meer dan 20 dingen, hebben we gewoon met een kleine groep mensen, weet je, de band en nog wat andere mensen, hebben we die demo's geluisterd. En dan echt gewoon wat eerlijke feedback, want als je zelf een demo maakt dan ben je op een gegeven moment dan ben je al een beetje partijdig, zeg maar. En daar hebben wij dan een selectie uitgemaakt en daar zijn we nu vervolgstappen mee aan het nemen. Dus even goed demoen, dat doen we met To, die kan het allemaal goed opnemen. En dan de studio in. En dat, als dat klaar is, dan op een dag dan komt de Spotify. Dat nummer, ja, dat is voor ons doen was het eigenlijk een wat zwaarder nummer. We hebben lekker gitaren naar beneden gestemd. En ja, dat was ook eigenlijk wel de... Tenminste, ik wilde ook heel graag iets zwaarders maken.
En het was eigenlijk een concept waar Pieter mee kwam. In eerste instantie. En qua tekst moet ik wel even naar jou, want daar heb ik... Ik heb daar een beetje wat aan herschreven. En ik vond het... Ik heb volgens mij wel aan de hand van wat Pieter had gemaakt in het refrein, heb ik een beetje in onderwerpen gedacht. En ik heb het een beetje gemaakt... Het nummer is een beetje een terugblik naar je vroegere zelf, weet je wel. Ik bedoel... Ja, misschien dat je ooit in een periode hebt gezeten waarin je niet helemaal tof in je vel zat. En dat je daar weer uit bent gegroeid of verder bent gegroeid. En dat je dan een soort van terug kan kijken in de tijd. En dat je misschien zou kunnen willen zeggen van, oh, ik zou misschien even door zo'n tunnel in time space even kunnen zeggen van, hey joh, het komt goed. No worries. En om gewoon even iets bemoedigends tegen je vroegere ik te kunnen zeggen. Dus qua tekst is dat eigenlijk het verhaal van Toothpicks. Ode aan de Havens, dat is denk ik echt nog nooit gevallen bij ons bij die clip. Nee. Maar wel leuk dat je het zegt. Maar het was eigenlijk meer de containers was van, oh, dit is vet. Punt. Dat was eigenlijk het hele idee met de zeecontainers. We wilden gewoon een clip maken, want we hadden gedaan voor alle singles uit die serie. En Jasper die zegt, ja, ik heb gewoon dit containerbedrijf gemaild. Kijken wat er gebeurt. Ja, nou goed, weet je, we gaan die ja zeggen. En toen zei dan later, ja, ik heb trouwens een mailtje, dus het kan gewoon. Ja. Toen zei ze, oké, top. Wij hebben in januari, moeilijk koud, in januari ochtend daar naartoe en die clip geschoten. En nog steeds als ik dan die video zie en denk van, oh ja, het lijkt alsof ze soepel gaat. Maar echt tussen ik had het zo koud. Ja. Dat is niet normaal, dat is echt freezing. Jasper, die heeft ook daar toen besloten met zijn jas aan in die clip te doen. Want ja. Zei ik van, ja, sorry, maar ik ben echt niet gek. Ja. Ga je echt niet bevriezen, dat is me niet waard. En terecht. Ja, terecht. Wij drie lagen allemaal plat. Ja, ja, dat was een heel koud. Skyline, toch? Ja. Bovenop het dak van het nieuwe instituut in Rotterdam. Dat was wel echt, letterlijk een hoogtepunt met Skyline op de achtergrond. Dus ja, beter kon niet. Het was echt perfect weer. Ja, en ja, ik ben er nog steeds erg trots op die clip. Dat was echt, echt top. Maar ja, alles viel echt samen inderdaad. Spannende vraag. Er komen dingen aan. Ik weet nog niet hoeveel we gaan zeggen of het nog heel concreet is. Maar we zijn met nieuwe muziek bezig. Maar wanneer het komt... We hopen zo snel mogelijk. Dus houd de socials in de gaten. Ja, nee. We zijn lekker bezig met dingen. En je hebt echt nog niet het laatste van ons gehoord. Maar dat, zodra we dichterbij komen, dan horen jullie het ook. We trekken wel dezelfde lijn wel door. Qua onderwerpen van tekst gaat het gewoon door. Qua feelings van de nummers kan het verschillen van rustig naar zacht of van rustig naar hard. Dus dat gaat eigenlijk wel ook gewoon door hoe je After Elmer ook al kent. Dat, als je de nummers hoort, dan zou je het wel gewoon herkennen als een After Elmer nummer. Ja, we gaan gewoon onze universe lekker voller maken. Dat is een leuke vraag. Jij hebt er wel altijd al een idee gehad ook, hè? Is dat zo? Is dat niet... heet dat nummer iets met appeltaart? Oh, Wespen op de appeltaart. Ja. Ik wil ooit een keertje Wespen op de appeltaart als pop-punk cover gaan doen. En nog steeds, weet je wel. Als het moment, er is, lijkt me heel leuk. Ik heb ook een keertje een beetje... zoek maar eens op. Van Boudewijn de Groot, Verdronken Vlinder. Daar heb ik ook ooit een keertje een punk versietje van gemaakt. Dat was wel heel leuk, maar... Ja, dat is altijd wel leuk om dat een beetje uit te zoeken. Jij? Wat ik zou doen? Moet ik heel even denken hoor. Misschien iets van de jeugd. De jeugd van tegenwoordig. Dat is ook wel nice. What's gebeurd? Ja. En dan poppunk. Nou, sowieso. Waarom niet? Sick, ja. Kijk, een tijdje terug zag ik Blink in Ziggo. Ja, weet je, als je daarvoor mag open, natuurlijk. Dat zijn toch wel onze helden van het pop-punk genre. Dus als het geen grenzen, dan Blink wanneer je toe. Ja. Ik neem de All American Reject. Dat is wel echt een
een jeugdliefde die ik sowieso, die ik één keer live, die hebben wij samen live gezien. Ja. Als ze weer komen, dan ga ik sowieso naartoe en wellicht dat ik gewoon eens even een mailtje stuur van hey, zoek je nog een supportband. Wil je op de hoogte blijven van wat we allemaal doen? Volg dan op ons op Instagram. @AfterElmer, daar zetten we eigenlijk het meeste op. En er komen dingen aan, nog even geduld, maar ze komen sowieso. Doei!